Jan, we staan hier bij Lily en Lars, reflecterend vanuit de provincie. Wat vinden jullie van dit programma? Ik vind het een heel mooi project, want uiteindelijk Lelystad liep fors achter bij de huisvesting van statushouders. En wat we nu gerealiseerd hebben, of jullie gerealiseerd hebben, is een heleboel tijdelijke woningen waar mensen in kunnen zitten van verschillende doelgroepen. Mensen die klem zijn komen te zitten, scheidingen, mensen die dus tijdelijke woonruimte zoeken, maar ook statushouders. Dus ik ben er eigenlijk wel ontzettend blij mee als provincie. We hebben hier een heel mooi uitzicht op maïsvelden en dat is het Warande 2.0. Het grootste ontwikkelgebied van Lelystad. De doelstelling is dat we hier een 15.000 woningen gaan ontwikkelen. Ja. Waarbij we rekening houden met de natuurlijke omgeving. Lelystad, hoofdstad van de nieuwe natuur. Klimaatadaptief bouwen en waar mogelijk zo duurzaam mogelijk als we kunnen realiseren met elkaar. Natuurlijk in samenwerking met provincie en het Rijk. Ja, heel mooi, want dit zijn de 15.000 woningen. Die maken onderdeel uit van het bod van 40.000 woningen die de gemeente heeft gedaan naar aanleiding van een motie uit de Tweede Kamer van wat kan er in Flevoland gebouwd worden. Met alle gemeenten samen kunnen wij als provincie in zijn totaliteit 130.000 woningen bouwen. We zitten samen in een stuurgroep met de Binnenlandse Zaken, met het Rijksvastgoedbedrijf, want die bezit alle grond hier, dus die zijn een belangrijke speler. Hoe ervaar jij die samenwerking tussen die vier partijen? Het is goed dat jij dat vraagt. Ja. Die samenwerking ervaren wij uitermate positief, zowel met provincie als het Rijk. Wij zien daar een samenwerking waarin we ook allemaal onze afspraken nakomen, tijdig leveren. Hoe zie je dat in de context tot de andere gemeenten? Want er is natuurlijk een grote opgave in Flevoland. Ja, de 40.000 is een onderdeel van de 130.000 en de andere 90.000 ongeveer, die moet over de rest van Flevoland, waarvan de bulk overigens in Almere terechtkomt. Wat we gedaan hebben, is van het begin af aan met zowel bestuurlijk met de wethouders wonen als ambtelijk met de projectleiders per gemeente om de tafel zitten. Samen maken we Flevoland. Het Rijk wil ontzettend veel in Flevoland, in alle provincies overigens. En ze zeggen tegen ons, het middenbestuur, regel het maar. Maar alle opgaven samen, dat is heel veel. Dan moeten we ontzettend veel samenwerken met die gemeentes. En wij passen eigenlijk met Samen Maken we Flevoland een vorm van bestuurlijke vernieuwing toe. Jan, ik denk dat je daarmee een hele mooie afsluiting hebt. Want inderdaad, de samenwerking die wordt gewaardeerd. En ik denk dat we die allemaal herkennen in Flevoland.